Om te beginnen ga ik jullie eerst de correctiesleutel tonen van de vorige les. Ik hoop dat jullie heel eerlijk zijn en dit eerst zelf maken en dan pas verbeteren. Alleen zo kan je leren. Zo, dat waren dan de werkplaatjes en de scheurblok. Dus je drukt gewoon op pauze bij het filmpje en dan kan je het verbeteren. Dan het, de rebus die ik had gemaakt. Hier zie je dan ook weer het resultaat. Het woord dat je moest gevonden hebben is Paashaas. Ook weer een samenstelling. Dan gaan we naar de volgende les, les 16. Eerst ga ik jullie ook weer de woordenlijst tonen die jou kan helpen bij de les. En dan gaan we van start. Deze les gaat dus over woordjes met au, aub, ou of oub. Om te weten of je het woord met au moet schrijven, kijk je naar de au-lijst, naar de ou-lijst. Staat het woord niet in die lijst, dan schrijf je het woordje met ou. Dan hoor je een medeklinker na de ou-klank, dan schrijf je gewoon de medeklinker. Dus bijvoorbeeld bij blauw Hoor je de W, dus je schrijft AU met de W daarna. De OU-woordjes, de OU-woordjes, zijn woordjes die je moet onthouden. Daar staat een zinnetje dat jou kan helpen om deze te onthouden. Nou, ik wou dat ik zou kunnen zeggen: Ik hou van jou ook in de kou. We gaan dan naar ons werkboek, bij, naar de eerste oefening. Hiervoor heb je dus oefening 31 nodig en het loepje pagina 39. En we gaan woorden invullen met de juiste ouwklank of met de ouwklank met een medeklinker daarachter. Hier heb je het loepje, dus je ziet daar de ouwwoorden met geschreven als au. Dan zie je ook nog eens staan als je de medeklinker hoort dat je die dan ook moet schrijven. Bij de oefening, ik heb jullie geholpen door de AU-lijst erbij te zetten. Zo kan je zoeken in de lijst. Staat het erin, dan schrijf je dus AU. Staat het er niet in, dan schrijf je OU. We oefenen eens met de eerste zin. Hij bindt een oud paard vast met een stuk touw. We beginnen met het woordje oud. Ik zoek in de AU-lijst. Het staat er niet in, dus ik schrijf OU. Dan het woordje touw. Je hoort dus een medeklinker, dus ik schrijf die medeklinker na de ouwklank. Touw staat niet in de AU-lijst, dus ik schrijf OU. De tweede zin. Een vrouw wandelt over een nauw pad. Vrouw staat niet in de AU-lijst, dus ik schrijf OU. En ik hoor een medeklinker, dus ik schrijf de medeklinker na de ouwklank. Vrouw. Nou, dat vind ik wel terug in de AU-lijst. Dus dan schrijf ik het met AU en ik hoor ook een medeklinker, die vergeet ik niet te schrijven. Zin 3. Kom je gauw schuilen in die houten stal? Gauw, staat in de AU-lijst. Ik hoor een medeklinker, dus ik schrijf het zo. Houten staat niet in de AU-lijst, dus OU. De volgende zinnen laat ik aan jullie over, maar ik zal het wel voor jullie eens voorlezen. Ik hou van jouw blauwe ogen. In augustus verhuist de juffrouw naar dat hoog gebouw. Die saus smaakt flauw. Zegt papa. Hij fronst zijn wenkbrauwen. De oudste broer van papa rijdt met zijn autootje door de koude nacht. De paus komt in augustus naar ons land. Dan gaan we naar de volgende oefening. Bij deze oefeningen moeten we ook weer de juiste klank invullen. Daar staat ook weer de AU-lijst bij. Dus deze kan jullie zeker helpen om de oefening in te vullen. Wat moet je eerst doen? Er zijn verschillende stapjes bij deze oefening. Dus let goed op. Eerst verbind je het woord met de juiste klank. Dan vul je de klank in en schrijf je het woord over. Dus bij het eerste woordje, klauwtje, ik verbind. Eerst, dus Klauw staat in de AU-lijst, dus ik verbind met AU, maar ik hoor ook een medeklinker na de AU-klank, dus die schrijf ik ook op. En dan schrijf ik het volledige woordje nog eens op op het lijntje daarnaast. Bij het tweede woord, Fouten staat niet in de AU-lijst, dus ik verbind met de OU. Ik vul de klank in en ik schrijf het woordje volledig over op het lijntje. Dan, Mau, ik hoor dus, het staat niet in de AU-lijst, ik schrijf dus OU en ik hoor een medeklinker. Dus, Mau, ik vul de klank in en schrijf het woordje op het lijntje daarnaast. Botsauto staat in de AU-lijst, dus, AU, ik vul de klank in en schrijf het woordje volledig over op het lijntje daarnaast. De volgende woorden zijn voor jullie. Dan nog eventjes het woordenhamstertje kort herhalen. Dus hoe doe je het? Je verbergt het woord en de zin. Uh, sorry, de zin niet. Dus je verbergt het woord met een afdekkaartje. Zodat je de print kan zien. En dan vul je de zin in. Dus bijvoorbeeld het eerste: Mama rijdt met de. Wat zie je op de print? Auto. Je schrijft op jouw blaadje: Auto. Je schuift het afdekkaartje op en je kijkt of je het woordje juist hebt geschreven. Heb je het juist geschreven, kleur je het vakje groen. Heb je het fout geschreven, kleur je het vakje rood. Dan voor wie extra wil oefenen, ook weer deze keer in de scheurblok een oefening die je kan maken. Om weer te eindigen op een leuke manier heb ik voor jullie hier een woordzoeker gemaakt. Dus je kan deze woordzoeker overtekenen en zoek maar de negen woordjes daaronder. Ik ben heel benieuwd of jullie deze zullen vinden. Succes!